eigenlijk een beetje gebaseerd op de serie voor New Kids natuurlijk. En ik zat eigenlijk met hun in de studio en hun zeiden gewoon op een gegeven moment in de microfoon zo van ja, broodje warm vlees, broodje warm pauw, hoe moet je nou? Toen dacht ik, weet je wat, we gaan even proberen of dit een refrein kan worden. Ik denk dat Belgen wel echt komen voor het feestje. Die zijn wel echt gewoon party people. Hollanders natuurlijk ook, maar die zijn wel iets meer de kat uit de boom kijken, weet je. Even iets meer afwachtend en als het dan losgaat, dan gaan ze ook wel mee. En Belgen die zijn gewoon vanaf minuut 1 meteen rammen. Ik heb ooit een keer een topsporter zien zeggen dat je eigenlijk geen rituelen moet hebben, want als je dat ritueel toevallig een keertje niet kan doen voor het optreden, dan heb je het idee alsof je het niet meer goed gaat. Dus je hebt geen rituelen en gewoon routine, duiken.